You are listening to Nerdculture, a Gamekings podcast. Oeh, ja, daar zijn we weer bij een nieuwe Nerdculture, jongens. En ik moet het dit keer doen zonder mijn trouwe compagnon Jelle Kunst. En dat had je misschien al wel door, omdat ik op deze hoek van de tafel zit. Maar ik ben hier gelukkig niet alleen. we hebben onze, ja, kunnen we jou onze vaste huisgast noemen? Onze... Onze start Onze mark Manie. De Mark Marie van Nerdculture. Ja. Dat vind ik een hele mooie om, uh, om je aan te sluiten. Hey uh, Daan, goedemiddag. Leuk, uh, leuk dat je er bent. Wanneer is de laatste keer geweest dat je in Nerdculture zat? Uh, nou, dat, is, uh, dat was vlak voor het uitreiken van de, de, de Podcast Awards volgens mij. Dus, ja, dat was het vlak daarvoor nog? Ja, dat was nog wel daarvoor. Dus dat is al een paar weken geleden. Ik heb, ik heb het druk, dus. Uh ben er ook niet zo vaak momenteel. Het positieve is er in ieder geval wel van. Je zit dit keer niet tussen een tenniswedstrijd eh, tussen mij en Jelle. Uh, wat niet altijd erg is hoor. Nee, nee, nee. Ik mis bijvoorbeeld Jelle's wolkige stem als hij cappuccino drinkt. Dat wel. Ja, Zeker. met zijn vinger lekker door, uh, door, door, door zijn cappuccino heen zitten roeren. Het betreft uh, heeft misschien wat uitleg nodig. Waarom is Jelle er niet? Jelle is al gewoon de hele week snot 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 verkouwen en uh, zo erg dat hij niet uh, naar kantoor kan komen dus ten eerste veel beterschap buddies en we willen ook die smerige ongevaccineerde willen we hier helemaal niet hebben. Nou ja tegenwoordig nee, de, het is het bijna verplicht om erbij te zeggen nee hij heeft geen corona, hij is verkouden. Nee daarom, dat, dat, dat is ook echt zo, dat <laughs> ja. is uh, belangrijk om te weten. Jelle, ik hoop dat je snel beter bent en dan hoop ik je maandag weer te mogen verwelkomen uh, hier op kantoor. Ja. Ja, ja. ja, ik heb hem toch wel gemist natuurlijk. Hè. Ja. Um, ik, uh, wat heb jij deze week gekeken, gelezen? Ik, uh, geluisterd? Ik, kijk, ik heb het best wel druk. Dus uh, vaak als ik iets kijk, dan is dat uh, samen met mijn vriendin. Want die, die, die komt dan thuis en ik kom dan thuis. En dan, ja, weet je, ik ga niet iets zitten kijken waar zij geen zin in heeft. Mm -hmm. dus ik, uh, ik, ben, ik ben iemand van de, die makkelijk meekijkt. Al ben ik wel kritisch wat ik meekijk. Dus, dus dan zeg ik van nee, 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 dit niet. Dit niet. En dan zit ze. ja, Jij bent zo fucking moeilijk. Wat is er nou? Ik kan helemaal <laughs> niks kijken met je. En dan, uh, It's uiteindelijk so uiteindelijk zeg ik van ja, zet maar wat op en ik kijk wel mee. U op een gegeven moment zet zij een, nee. een serie op. En inmiddels. kijk, um, ik, ik wilde dat geen guilty pleasure noemen, maar meer een guilty pressure. Want ik ben onder druk gezet om dat mee te kijken. En okay. uiteindelijk vind ik het stiekem leuk. Dus ik vind het een wel een leuke term. Heel handig. Uh, nee, you. You. Griekse I, o, U. Griekse I-O-U. Jij. Ja? Um, het is een, een, een Amerikaanse serie en het gaat over een, een beetje een creepy good guy. Hij is, is een stalker. Hij is geobsedeerd door. Nou ja, één persoon tegelijk, om het maar zo te zeggen. You. Uh, ja, en, en je, hij praat ook steeds vanuit zijn beleving. Dus je krijgt zijn hele gedachtegang krijg je mee. Maar wat gebeurt er nou? Elke keer komt hij, doordat hij zo geobsedeerd is door één persoon... en zo verliefd is en uh, begint te stalken... komt hij dus in situaties terecht... waardoor hij eigenlijk geen andere uitweg ziet dan iemand te vermoorden. Dus hij komt in situaties waardoor hij... Uh, mensen vermoord. Daardoor wordt dat hij. Het is echt... niet zijn bedoeling dus. Het is niet is... zijn dus ja. hij, Eigenlijk is het een good guy die niet een good guy is, omdat hij natuurlijk een stalker is. Maar hij gaat moorden omdat hij bijna verplicht is om te moorden, omdat hij anders niet uit sticky situations komt. Ja, precies. En dat, uh, dat uh, levert soms uh, nodige spanning op. Het is natuurlijk wel heel erg. Het, het, het is een beetje een vrouwenserie, maar uh, ja, ik uh, pas ik, op met uh, wat je zegt hier, hè? Ja, nee. <laughs> ik, ik bedoel, het, het is het, het is echt zo'n serie die je meekijkt met je vriendin. Laat het zo zeggen. Ja, zo herkenbaar, man. Echt altijd ook. De, altijd een soort van strijd: van wat gaan we kijken? Weet je wel? Ja. Want smaken verschillen gewoon, hè? En dat, dat kan gewoon. En dan kom je uit bijna hetzelfde wanneer je, je vraagt: wat wil je gaan eten? Ja. <laughs> weet je wel? Dan komt het zo. Wat wil je gaan eten? Bepaal jij maar. En dan, en, kies en dan bepaal je het en dan is het niet goed. <laughs> nee, nee oké, okay. dit, uh, dit is anders. Maar <laughs> Deze? Nee, niet die. Deze? Nee, nee, die ook niet. Ja, kies, kies jij maar wat. Als het maar niet weer sci-fi of fantasy is. Dan houdt het toch gauw op bij mij. Precies dat, inderdaad. Um, ik had uh, dit weekend mijn neefje van, uh, van twee die, uh, die bij mij bleef logeren. En ik had, uh, ik had hem natuurlijk uh, een, een tijd terug geleden al uh, een Spider-Man pop gegeven. Kijk eens aan. En uh, met, dat met was. Met de poplepel ingegooid. Zeker weten. Weet je, dat moet gewoon. Uh, goede opvoeding is belangrijk. Dus sindsdien is hij helemaal lijp. Van, uh, van Spider-Man. Hij krijgt van mijn ouders Spider-Man pyjama, pantyfeltjes, noem het allemaal voor lunchboxes en zo. Sneakertjes binnenkort. <laughs> ja, jongen, echt, echt. Al die shit. En het grappige is ook gewoon, uh, hij, hij weet het meteen, maar hij wist niet dat ik Spider-Man op de PlayStation had. Sowieso, de allereerste keer, uh, hij had die pop natuurlijk, ja. die vond hij helemaal fantastisch. En toen liet ik hem voor het eerst gewoon uh, een Spider-Man-film zien. Gewoon een clip van, van Amazing Spider-Man of Toby Maguire. Of, en hij kon zijn ogen niet geloven. Of, had die pop vast. Dat, hij, en hij, hij... hij keek die film en hij zat... Huh? Hij is echt. <laughs> weet je? Maar hij kent de Spider-Man niet van films, maar echt alleen van de, van de pop -shit. Van, van die pop, ja. ja uh... En, uh, en sindsdien uh, had ik zoiets van: Nou, weet je, jongen, als jij. Want hij kan zijn kop niet meer houden over Spider-Man. Mm -hmm. uh, dus ik dan had zoiets van: Nou, als jij bij mij bent, dan laat ik je nog een stap verder zien. Niet alleen een film. Dat je hem kan zijn. Je kan hem fucking zijn. Ja. Daar heb ik een klein, klein clipje van. Met geluid, AIB. <totstuk> hoe oud is hij eigenlijk? Ik had hier nog eentje op, op een begin met, met geluid bij, want wij horen geen geluid. Maar je, je ziet ook echt van... Uh, ja, hij is twee natuurlijk, weet je? Hij kan is twee? Niet, ja, hij is twee. <totstuk> Oké, okay, wauw, ja. Nee. Ik, ik zat zou, te ik zou denken van. Oké, okay, okay, die zit gewoon op de gamen. Hij, maar hij weet wel hoe hij op muren moet klimmen en gewoon op daken kan komen. <totstuk> En Elke keer op het dak komen, vindt hij zo fucking vet. <laughs> dus je hebt hem niet alleen Spider-Man lief hebben gemaakt, maar bij deze ook gamer. Ja, ja maar dat, dat deed ik al. Ah, okay. hè? Hoe heet okay. het? Uh, elke keer als, als ik op bezoek kwam of zo, liet ik mijn Sonic spelen op de iPhone. Ah, okay. Allemaal dat soort dingetjes. Weet een stapje verder dan Sonic. Natuurlijk. Ja, vind, vindt hij helemaal fantastisch. Um, en en we, we hebben dus allemaal Spider-Man tekenfilms gekeken. Wel, wel een beetje de weak shit, niet, niet de goede stap. Ja, want het is nog gewelddadig. Weet je wel. Ja, dus je, ik je... kan hem die, 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 die cartoon van Fox, die wij Keken, kan ik hem niet laten zien, mm -hmm. vind ik nog te vroeg. Dus ik moest Spider-Man Friends kijken. Een aantal jaar te vroeg. Wat, wat echt een peuter ding is, weet ja, okay. je wel. oké, okay, hij vond het cool, Het is een vond... fucking peuter, man. Dat ja, ja, ook... ja. Dat... Ja, maar kom op, man. Ja. <laughs> het is ook een motor. Ja, okay. <laughs> en, uh, Dus uh, nou, na een hele weekend gespijderpeel te zijn bij mij thuis, was dit letterlijk de volgende dag bij mijn broertje thuis. Wat wil je zien dan? Wat wil je zien? Psh, psh. <laughs> dat, dat is psh, psh, psh. Is het Spider-Man? Ja. Ja, ja Spider duidelijk. Hoe doet Spider-Man <laughs> <laughs> voor de duidelijkheid voor de luisteraars, hij maakt de, 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 de juiste handbewegingen maakt hij er ook bij. Nou, ja, het is zo mooi. Hij, 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 hij kan nu eigenlijk echt sinds twee maanden mijn naam goed zeggen. Het was altijd toos. Hij kan nu wel gewoon koos zeggen. Maar Spider-Man is nog een brug te ver. Ja, ja, precies is uh, duidelijk. Ja, maar hij had dus ook een Spider-Man cup van mijn moeder gekregen. Weet je wel, gewoon zo'n zo lunchbox uh -huh. met, met een cup erbij. Mag ik de pss, 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 drinken? Oh wow. <laughs> Echt geniaal, geniaal. <laughs> Hebben ze ook huisdieren die erop afkomen nou, als je dat doet? <laughs> nee, nee, nog niet, nog niet. Gelukkig okay. niet. Um, wat, wat heb ik deze week gekeken? Ik heb Arcane gekeken. Dat is ja. die, uh, die Riot Games, mag je het nog Games noemen? In ieder geval die, uh, die televisieserie van, uh, van Riot, gebaseerd natuurlijk op, uh, op League of Legends. Ja. Werd uit de doeken gedaan tijdens Worlds, heet dat geloof ik. Nogmaals, ik ben niet Ja, dat er helemaal... zijn de, de wereldkampioenschappen, ja. Ja, ik, ik ben er niet helemaal in thuis, dus, uh, dus, dus vergeef me als ik uh, een fout hier of daar maak. Maar ik had iemand op bezoek. Die daar ook fan van is, dus uh, we, we zaten samen te kijken en ik moet zeggen: Arkane ziet er echt fucking sick uit, man. Ik, uh, ik ben ook geen, geen kenner van League of Legends, maar heeft het wel, is het lore-technisch ook echt met de characters? Heeft het te maken? Ja, ja, okay. ja. Dit, dit is een soort van prequel, uh, als ik het goed heb begrepen. Uh, want nogmaals, ik heb de game zelf niet gespeeld, uh, maar, maar de setting is zo so fucking gritty, duister. karakters zijn goed uh, neergezet, dialogen zijn echt heel tof gedaan. Okay. Echt, totaal niet wat ik ervan had verwacht, maar misschien is dat vooral ook omdat ik helemaal niks van League of Legends weet. Ja. Dus die had ik gekeken. Die staat op Netflix uh, overigens. Dus mocht je die willen, uh, mocht je die willen zien, dan uh, die kan je die daar checken. En ik lees de Amazing Spider-Man reeks uit 2018 waarin uh, Spider-Man Peter Parker uh, een team-up heeft met Jonah J. Jameson omdat hij hem, uh, hij, is, uh, hij is ook bekend met de identiteit van Peter. En ik wil. Peter. Ook, Peter ja, mijn vader heet Peter. Ja, mij ook. <laughs> <Peter>. <laughs> en uh, vandaar. Je uh, gaat niet te veel spoilen. Maar het is best wel een leuke comic Nog ja. niet mind blown, moet ik zeggen. Dus uh, dat kan okay. ik ook even bijzeggen. zeggen. Je leest nog steeds heel veel comics? Ja, maar Marvel Unlimited. Ja, oké, okay, zeker. Ja, dus ja. Al voor het. Ik moet er nog steeds een keer aan beginnen. Maar er zijn zoveel verschillende vormen van. Entertainment in mijn leven, dat ik op een gegeven moment veel, te ja. veel, ja. echt veel te veel. En uh, ik moet, ik moet zeggen, ik, ik, wacht nog. Deze maand komt volgens mij het vijfde en laatste deel van de Last Ronin uit van de Teenage Mutant Ninja Turtles. Fysiek, ja. Oké, okay, dus ik, ik heb ze allemaal al en uh, de alle vier al. Elke keer naar Hengs gegaan. Ja, ja, oké, okay, vet. Ik, uh, ik ja, heb hem, ik heb hem, ik heb hem daar in, uh, in, uh, in reservering staan. Dus ik krijg elke keer oh, een telefoontje ze... als die uh, als die binnenkomt. Wat gruwelijk. Dus die ene keer naar Hengs heeft dat wel echt. Uh... Je ogen geopend voor, voor fysieke. Ja, ja, zeker. Maar ik ging altijd uh, naar de Norman in, uh, in Arnhem. Maar ja, die is gewoon zoveel kleiner. Ja. Weet je? En dan hadden ze zoveel staf niet, uh, die ik heel erg cool vind. En ja, on online bestellen, dat ja, doe ik niet zo snel. Dan, nee. dan ga ik uh, over het algemeen nee, snel. Is het een fysieke winkel. En uh, wat dan lees ik over het algemeen snel, nou, de, de digitale versie gewoon. Mm. Uh, die is dus heel erg tof. Die komt binnenkort uit. Maar wat er ook binnenkort uh, zou mogen komen, als ik de geruchten mag uh, geloven, is een nieuwe X-Men Animated serie op, uh, op Disney+. Ja. En um, dit nieuwtje komt van Joris de Wise. Dus Joris, dankjewel voor het uh, attenderen op, uh, op dit nieuwtje. En uh, dat komt. Uh, we kennen deze. Hier zien we een plaatje, natuurlijk, al. Dit is, dit is de oude animatieserie. Dit is die van. Weet je wat het is? Ik heb zoveel. Van die uh, series vroeger gezien. zonder dat ik daar echt actieve herinnering aan heb. omdat ik net niet de leeftijd had. van, weet je, ja. dit, dit staat in mijn geheugen gegrift. En ja, want dit, dit was precies mijn jeugd. Ja. Jij zit daar net daarvoor. Maar ik kan me zo. jij, jij doet dat muziekje en ik zie, ik zie die, die artstyle. en ik kan me zo goed herinneren dat ik dit. Elke vrijdag, het was ik bij mijn opa en oma. Elke vrijdag heb ik dit sowieso gezien. Ja man, late 80s en early 90s waren zo goed jongen qua animatieshows. En ja, helaas is dat niet meer. Maar dankzij een rapport van de GWW zeggen ze dat dat deze in ontwikkeling is bij Disney Plus en dat die aangekondigd gaat worden op D-Day, Disney Plus day. en dat de productie gaat beginnen. Dus hou wel een slag om de arm. Begin 2023. Ah, dat Laten we echt even voorlopig nog wel een ruim drie jaar op zich wachten. Dat, daar, daar ben ik wel bij. Meestal ruim 2,5, laten we het zo zeggen. Maar laat ze alsjeblieft van tijd nemen, want als ze dit goed neerzetten, ik ben alleen maar voor vette geanimeerde shows, man. Gaat dit kinderen weer terugtrekken in de wereld van X-Men? Nou, ik wou zeggen, en, de, 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 en ik spreek hierbij mijn hoop uit. Kijk, we zitten op een inflection point waarbij, um, waarbij dit soort IP's en franchises mm -hmm. zijn natuurlijk niet alleen voor kinderen. Nee. Uh, in onze tijd misschien wel. En misschien zit ik daarnaast, hè. Maar dat, dat is mijn beleving in onze tijd. Wij zijn ermee opgegroeid, ja. alleen onze generatie zijn nu gewoon uh, oude klootzakken geworden. Ja. En we willen nog steeds graag die shit kijken. En ik hoop dan toch wel dat ze met deze animatieserie toch iets proberen neer te zetten dat ook voor het oude publiek leuker is. Het is, het is sowieso tweeledig. Hè? Want wat je zegt, je hebt te maken met oude fans die de shit van vroeger nog steeds willen zien en beleven en nieuwe dingen van willen meemaken. Je zit met een nieuw publiek dat je aan wil spreken. Yep. Anderzijds, dat is natuurlijk allemaal, hè, hoe groter het publiek dat je aanspreekt, hoe meer geld je mee kan verdienen. Dus is, ze hebben er ook financieel belang bij als ze een zo groot mogelijke markt aanspreken. Dat pakt meestal wel uit. Dat, elkaar dat, dat neigt meestal naar de kant van dat het meer geschikt is voor kinderen dan voor de hardcore fan. Nou, ik moet in ieder geval wel zeggen, um, en, en natuurlijk, ja, Kevin Feige speelt daar natuurlijk ook wel een grote rol in voor de MCU. Ja. Er is wel quality control. Weet je wel, mm -hmm. er is wel zoiets van: uh, oké, okay, we hebben natuurlijk, natuurlijk hebben we een, een, een doel uh, meegekregen om gewoon zo'n hoog mogelijke omzet te halen. Ja. Maar we zijn er wel van overtuigd door gewoon uh, door te investeren op de lange termijn. En dan als we gewoon op de lange termijn kwalitatief goede stukken aanleveren, dan is dat alleen maar goed voor de franchise, uh, ook op de lange termijn. En weet je, snel een cash grab proberen te doen, weet je, nee. dat werkt misschien wel voor één keer. Maar dat schaadt je merk uh, gewoon op de, op de lange termijn. Dus laten we hopen dat dat in dit geval ook zo is. En ik, ik, ik zou het zo vet vinden als... Stel dat dit... Castlevania is echt 18 plus, hè? Ja. Maar, la la oh, oh. <laughs> maar laten we zeggen dat het net daaronder zit. Weet je wel? Oh, ja. PG-13. Vind ik fijn. Oké. Okay. Dat zou ik heel erg ja. nice zijn. Zou de originele show ook PG-13 zijn? Ik denk het wel. Volgens mij niet. Nee? Want het wordt volgens wel een gevochten wel... en zo, hè? Ja, maar volgens mij... Ja. Ik heb het niet over 16, ik heb het echt over parental guiding, uh, guidance. Van. Zit er nog iets vlak onder? 7, toch? PG-13, um, ja, volgens mij is dat, uh, ik weet niet wat eronder zit. Ja, het probleem is, we hebben verschillende, um, natuurlijk... Ja. Uh, Peggy 18! Peggy 18! Ja, <laughs> we hebben in Nederland hebben dan, Peggy, dan, ja. en daar hebben ze de ISRB, als ik me niet vergeet. Of mm -hmm. is dat weer alleen voor videogames? Hé hey joh, ik snap er geen klote meer van. Ja, nou, ook niet zo heel erg belangrijk. Maar ik hoop in ieder geval dat ze dat gaan doen. En, dus uh, dit wordt aangekondigd op de Disney uh, Plus Day. Dat is vandaag dan. Oh, is dat vandaag? Dat is, uh, dat is 12 november. Uh, het nieuws is nog niet gebroken. Dit is dus wat er van tevoren... Ja, oké. Okay. Uh, dus ja, als je dit luistert, 12 november is... Uh, ja, uh, we konden helaas geen special doen over de Disney Plus Day. Die doen we misschien volgende week. Net zoals we met uh, Disney Fandom hebben gedaan. Yep. Lijkt me in ieder geval heel leuk. Uh, een ander ding wat erbij komt... IMAX releases staan nu op Disney Plus vanaf ja. vandaag. Ja, dat that is fucking vet. Dat is wel fucking vet. Zeker voor mensen die. Uh Mensen die een 16 bij 9 TV hebben. <laughs> volgens mij... Zeker voor mensen die een 16 bij 9 TV hebben, inderdaad. <laughs> volgens mij heeft iedereen een 16 bij 9 ja. TV. Die, die uitzondering zijn... dagen later bij een 21 er bij 9. Er zijn minder mensen met een 21 bij 9 pc. Ja, ja klopt. ja. Want, uh, die hebben we ooit verkocht uh, toen ik bij Mediamarkt werkte. Philips had dat toen uh, een 21 bij 9 Ambulite TV. Is, uh, Samsung Fet. heeft ze ook nog wel. Samsung me. heeft ze ook? Volgens, oh, ja, mij, volgens mij heeft uh, Samsung zelfs een um, 32 bij. By... 12 tv. Echt een, echt een soort van. twee x Ja, nee, 32 bij 18 is dat dan, denk ik. Nee? 32 bij 9. Eh, volgens mij zijn 32 bij 9 scherm. Maar is dat niet een monitor dan? Is dat een tv of een monitor? Eh, durf ik niet zeggen. Dat zal dan wel een monitor zijn. Ik denk monitor, want daar ja. kan ik het nog wel uh, geloven, weet je wel. Van... Ja, dat, dat is ook productiviteit. Ja. Weet je wel, 32 bij 9. Er is geen native content 32 bij 9. Zeker. Maar ze hebben volgens mij wel een tv gehad, een 9 uh, maar een... Dat zou heel goed kunnen. Zijn wel van die, van die rare soort van designlijnen. Weet je, of... Ja, we, we zaten op een gegeven moment zaten we een beetje vast qua ontwikkeling uh, van TV's, weet je wel? Mm -hmm. TV's waren uitontwikkeld. Ja. En Wat kregen we toen 3D, <laughs> weet je wel? Ja, nou, ik vind <hij> het nog steeds. Ik vind overigens 3D uh, als je het over cinema hebt. Ik vind het nog steeds de grootste domme grap die er is. Want nu ben ik bijna soort van altijd verplicht te kijken naar een 3D-film in de bioscoop terwijl ik die gewoon in 2D wil zien en het liefst ja. gewoon met goed geluid. Dus ik wil de IMAX-versie zien van een film, maar elke IMAX-versie heeft alleen maar fucking 3D. Ja, um, wat ik vaak doe, uh, want in, Ar in Arnhem hebben we echt een goede bioscoop. Die is redelijk nieuw ook, die is neergezet met de, de tijden van het nieuwe station ook. Um, die heeft een IMAX-scherm, een, een van de echte IMAX-schermen uh, van Nederland. Volgens mij zijn er twee in heel Nederland, echte. Uh, volgens wat, de, wat, ja, volgens wat, de specificaties echt van IMAX zelf. Wat stilder? Uh, ik dacht in Amsterdam. Of, of nee, of Den Haag. Ik weet niet. Eigenlijk zouden we dat aan Joris moeten vragen. Hmm. Ik heb dit ook gewoon tussen neus en lippen door voor Joris. Hè? Dus dit is niet mijn. Uh, Joris is onze bioscoop-cinema-aficionado. Uh, uh, en hij heeft natuurlijk ook zijn eigen YouTube-kanaal waar hij ook gewoon veel nieuws bespreekt. Dus, zit uh, jij hem in nou aan de plug? Ik zit hem zeker te pluggen, Ja man, zo doe je dat toch zit. voor je community, hè? Huh? Huh? Moet hij maar niet zo vroeg weggaan van het feestje? Ja, Joris, je moet wel langer blijven op feestjes. Ja. Dus, uh, gast. Godverdomme. <laughs> <laughs> um, dus dat. Uh, maar bij mij is het altijd de afweging, inderdaad. Ga ik de IMAX-versie kijken? Waarbij je inderdaad eigenlijk altijd verplicht wordt om, uh, om een 3D bril op te doen ja. wat ik gewoon kut vind want die 3D nee, uh, ik bedoel ik heb niks tegen 3D ik vind alleen de implementatie die we op dit moment hebben van 3D ik vind het niet goed genoeg. Ah, ja ik krijg krijgt gewoon een dom kijkdoos effect en dat is het. En en ontiteling altijd dubbel oh, weet je wel. Met je ogen half in en binnen ja. Ja daarom ik de, ik ben er helemaal geen voorstander van dus het is altijd of IMAX. Of de Dolby Atmos uh, versie. En dan ja, krijg ik gewoon de Dolby Atmos versie. Ik hoopte dus op mm. een van die twee bij doen En ik heb uiteindelijk de 2D kleine scherms versie gekregen. Dat is kut. Zo jammer is dat. Ja, dat is echt zonde man. En... Maar, ik, maar ik wil die film niet in fucking 3D zien. Nee, dat snap ik. Ik dus ook niet. ik heb dat ook niet gedaan. Nee, heel begrijpelijk. Uh, dus dat uh, is vanaf uh, vandaag te zien op Disney+. Plus. De IMAX versies van uh, heel veel MCU films. Uh, en dat betekent gewoon dat hij minder grote zwarte balk boven en onder heeft. Dus uh, in IMAX formaat geschoten. Um, en nog keer iets. Keer en nog iets en nog iets. 12 november. Uh, volgens mij verschijnt vandaag ook Shang-Chi. En The Legend of the Ten Rings. Serieus? Op Disney Plus. Yeah. Nou, dan ga ik die uh, meteen kijken vanavond. Hè. Battlefield? Morgen. Mijn vriendin is een weekend weg. Dus uh, er wordt uh, dit hele weekend gegamed in uh, Huizen van de Brink. Ja, bij, mij, oh. bij mij ook, man. Maar ik denk dat ik vanavond ook nog wel heel even, uh, even Shang-Chi en The Legend of the Ten Rings uh, ga aanzetten. Ja. Hoor. Um, over vette MCU-stuff gesproken. Uh, Ubisoft teamed up met, uh, met Adidas. Ubisoft? Ubisoft teamed up met Adidas. Ja. Voor deze fucking geweldige sneakers die ik heel erg graag wil hebben... De Starlord sneaker, uh, hij ziet eruit als een uh, doodnormale uh, adidas sneaker, omdat ja. dit ook eigenlijk gewoon een bekend model is. Wel een model waar ik fan van ben. Uh, hier zien we natuurlijk het Starlord logo uh, erop staan, ja, ik, 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 ik hou van, van dit soort shit man. Het is de juiste kleur blauw met de juiste kleur gebroken wit. Precies dat. Uh, er is ook nog een rode versie. Die, daar wees iemand me pas later op. Dus sorry, die kan ik je helaas niet laten zien. Dan moet je jezelf maar heel even naar gaan googlen. En die heeft echt dat donkerrode uh, leerkleur ja. van de jas. Van, ah, uh, oké, okay, Een okay. uh, beetje, beetje dat konjakige. Cognac ja, ja. cognacrood. Is ja. <laughs> ik snap wat je bedoelt? <laughs> oh jezus. Ja, sorry jongens, ik kan hem niet laten zien aan jullie. Nee. Maar hij is echt heel. Wacht even. Als ik zo doe. Zullen ze dat kunnen zien, denk je? Tuurlijk kunnen ze ja, gewoon, dat zien. Ik ga het gewoon proberen. 1, 2, 3. Kerel, als je, als je naar de Dutch Comic Con gaat en uh, je, 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 je rockt deze sneakers met het officiële jack van, uh, van Peter Quill, want die kan je ook kopen op Amazon. Ik zag het jack van Peter Quill. is te koop op Amazon. Echt lederen, uh, een echt lederen jack voor 120 piek. Ziet er best wel dik uit ook. Maar daar heb je toch je dit Comic Con outfit al. Ook, Fuck al, hebben yeah. we, ook al hebben we afgesproken wat anders te gaan doen. Hebben we, hebben we afgesproken wat anders te gaan ja, doen? Ja, ik wil, ik wil nog steeds uh, ik wil uh, classic... Uh, ook qua, uh, qua, qua personage bedoel je? Ja. Ja, ja, ja. ja, ik denk toch dat ik voor Star-Lord ga, ga. Maar voor dan, ga, dan ga ik voor de Ubisoft Star-Lord, omdat ik daar nog enigszins een beetje op lijk. Ik ga voor de Classic Vision. De classic Vision is zo hard. Maar man. dan wel met Snor en Sick, want <laughs> ik heb geen zin om dat weg te halen. Oh, ik ik zou het zo vet vinden. Uh, wel een kleine teleurstelling. Ik, ik vind dit een hele vette sneakers, jongens. Ik, ik hou ook van, de, van, de, van, de, van dit model. Nou, ik hoef geen geluid. Wat, Wat is hierop? <laughs> uh, hoe heet het? Ik hou ook echt van dit klassieke model. Hij is vooralsnog alleen in Amerika verkrijgbaar. Hij komt niet naar Europa. <tie> vooralsnog. Okay. Dus mocht je hem willen hebben, moet je het via je vriendjes regelen in... Uh, ik zou in, zeggen, in Amerika je motor, gaan het proberen. Je hebt vast wel vriendjes in Amerika. Absoluut. Ik, uh, ik ga het ook zeker proberen. Maar ik denk dat ik toch voor die donkerrode dan ga. Ja? ja. Ik vind die blauw eigenlijk vet. Hè. Die blauwe, ik heb letterlijk dit model gehad in blauw met rood. En dan is die eigenlijk vrijwel identiek zonder het Starlord-logo uh, erop natuurlijk. Ja. En zeg maar die strap die er bovenop zit, die klittenbandstrap, die is hier schuin. En die is bij het normale model gewoon, gewoon recht eigenlijk. Ja, je moet toch ergens dat extra geld voor betalen? Hey, Geen probleem. Dan man. maar een schuine Voor nerdy, nerdy clip. fucking shit. Um, dan had ik hier uh, nog een nieuwtje over Sylvester Stallone. Ja. Die, deelde een, 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 ja, die gaf hem een kleine blik achter de schermen uh, tijdens de productie van uh, Rocky 4. En uh, die, die deelde daar in de interview met de Daily Mail dat hij um, gewoon bijna was gestorven op de set van ja. uh, voor Rocky 4. Hier zien we natuurlijk Rocky tegen Apollo. En hier, uh, hoe, hoe heet hij ook weer? Drago? heet hij? Drago? Dragi? Ja. In ieder geval... In ieder geval uh, Dolph Lundgren. Ja. Dolph Lundgren, de Russische moordmachine. In de ring uh, met, uh, met Rocky. Rocky Balboa. Maar hij gaat op een gegeven moment gaat hij keihard neer. Uh, in, in, uh, in, de, in de film. Bijna uh, knock-out op de grond. Dat was echt... Uh, er ging iets mis met de choreografie van, uh, van het gevecht tussen uh, Dolph Lundgren en Sylvester Stallone. En hij krijgt me een punch volgens mij op zijn lichaam, op zijn chest. En uh, hij was bijna dood. Hij, uh, hij ging ten eerste lag hij knock-out. Dat, uh, dus hoe die valt en uh, ligt op de grond, dat is echt. Hoe die opstaat is even een paar uur later. <laughs> ja, hij was bijna dood. Want wat gebeurt er? Zijn hart kwam tegen zijn chest aan. Hetzelfde als wat gebeurt bij, bij een auto-ongeluk. Als, ja. als je tegen stuur aanklapt, dan kom je hart bijvoorbeeld ook tegen je borstkas aan. Dan gaat je uh, hart zwellen. En uh, zo'n bloeddruk was, ging over 260 heen. Wow. En iedereen dacht van ja, dit, dit was het. Dit, 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 dit is hem geweest. Uh, Sylvester Stallone. Uh... Je hoort toch vaak van ongelukken op de set? Ja. Yeah. Echt, echt nog veel te een. vaak. Nou ja, ja inderdaad, uh, natuurlijk dat hele elk Baldwin verhaal. Uh, gasten die hun benen ja, die breken, uh, 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 Henry Cavill die ze volgens mij zijn hamstring scheurt of zijn kniebanden, wat was het? Uh, Harrison Ford op de set van Star Wars, Daarom? enkel breekt natuurlijk. Het is insane, want die gasten die doen ja, je hebt natuurlijk stuntmannen, maar die zullen ook niet altijd... Uh... We hebben stuntmannen, we hebben Tom Cruise, die, ja, stunt... die volgens mij ook al alles uh, gebroken heeft uh, wat je kan breken tijdens productie. Die al zijn eigen shit doet. Je hebt Jackie Chan, die natuurlijk zijn eigen shit doet. Ja. Oh. Ik, zeg altijd, ik zeg nog steeds de Jackie Chan, het is gewoon Jackie Chan. Ja, Jackie Chan. Maar Jackie Chan, als je bijvoorbeeld ook... Uh, Jackie Chan, uh, die, die zit als een extra in een film van Bruce Lee. Vergeef me heel even, dit, dit, dit komt gewoon van de top of my mind, omdat we het hierover hebben. Mm -hmm. Dit is niet voorbereid, maar hij zit in een film van Bruce Lee. Daar is, daarin is hij een extra, en daarin gaat er ook iets mis met de choreografie. Bruce Lee vecht tegen, zoals fucking elke fucking Bruce Lee-film, in een, in, een, in een kamer met tien verschillende andere gasten. Dat is de dat is, dat is hele premisse van elke Bruce Lee-film. Ja, daarom. En hij vecht met stokken, en op een gegeven moment, hij kijkt <laughs> echt. En raakt hij met een stok. Gewoon, gewoon iemand recht op zijn bek. Dat is Jackie Chan. Sindsdien besloot hij nooit meer als extra in een film te gaan spelen. maar gewoon zijn eigen films te maken. De Jackie Chan was natuurlijk ook echt, echt een groot fan van, uh, van Bruce Lee. Maar de guy die dus. vol die stok op zijn bek kreeg. Dat was hij. Dat, uh, dat is Jackie Chan. En uh, zo raakte hij volgens mij ook nog eens bevriend met uh, Bruce Lee. Want hij wilde zich niet aanstellen. Mm -hmm. en, want hij kon eigenlijk janken, maar ten proeve is een groot voor, voor de film. weet je na de hand zijn ze volgens mij gaan bolen. En, ja. en, uh, en dus je je hebt zoveel worden. van dat soort verhalen. Je hebt toch ook dat verhaal van uh, die gast die, uh, die Gimli speelt in Lord of the Rings. En dat hij gewoon. Te horen krijgt van ja weet je en dan moet jij met je bijl moet je zwaaien en ja. ze net niet raken en hij ging gewoon vol erin bij iedereen het was geen <laughs> scherp ding of zo dus, maar hij mapte ze wel gewoon al die stuntmannen mapte die gewoon vol onderaan ja het moet er toch wel overtuigend uitzien natuurlijk ja, uh, nog een ander ding uh, over, over Rocky 4 uh, uh, misschien weet je het misschien weet je het niet maar Sylvester Stallone uh, die heeft natuurlijk met zijn eigen geld uh, de eerste Rocky film gemaakt Um, hij was daarvoor onder andere uh, een pornoacteur <laughs> in de Dat Italian Stallion. Weet je, de, de, dat kan ook. Maar hij wilde uiteindelijk zijn eigen film maken. Uh, kon het niet uh, op de on the terms van uh, studio's doen. Dus heeft hij het uh, uiteindelijk zelf gedaan. Uh, maar Rocky IV kwam wel volledig in, uh, in, uh, in de handen van de studio. En hij zegt ook... Uh, I have zero ownership of Rocky. Every word, every syllable, every grammatical error was all my fault. It was shocking that, I, uh, that it never came to be. But I was told, hey, you got paid. So why are you complaining about? So what are you complaining about? I was furious. Maar nu, jaren later, krijgen we eindelijk... Een is kut volledig volgens de visie van Sylvester Stallone zelf. Toch tof? Ja, toch? Ik, uh, dat, dat is voor mij weer een goede reden om, uh, om alsnog. Uh, Shit, gaat helemaal, circle, gaan gaan Shit gaat helemaal full circle, man. Shit gaat helemaal full circle. Full ja. circle, heel mooi. Over oh, dingen die full circle uh, gaan komen. Ja, nou, wat een mooi bruggetje. Ja, toch. Henry Cavill uh, keert mogelijk terug uh, als Superman ja. uh, in een uh, in Warner Brothers uh, DC-universe. Uh, Met of zonder snoer. We gaan het zien. Uh, dat maakt tegenwoordig ook helemaal niet uit. Die kunnen ze gewoon digitaal verwijderen. Daar zie je helemaal niks vandaan. Ik vind hem wel geil met, met uh, gezichtbeharing. Sorry dat ik het zeg. Ik ook wel hoor. Ik, uh, ik vind, uh, hoe heet het, juist die rol die hij heeft in uh, Mission Impossible Fallout. ik vind hem daar zo'n ja. vette bad guy. Met zijn uh, uh, reloading arms. <laughs> Ik vind hem daar nou zo hard. Maar uh, hij heeft al laten weten in ieder geval... dat hij, uh, dat hij absoluut nog niet klaar is uh, met de rol van Superman. Dat hij, dat hij echt heel graag het karakter zou willen spelen. Hij vindt uh, dat het uh, vermoorden van Zod... dat is de, de het laatste overgebleven uh, uh, Kryptonian... Uh, die, die er nog was in het universum... die heeft Superman natuurlijk vermoord... In, uh, om de aarde te kunnen redden. En uh, dat heeft heel veel emotionele schade gedaan bij, uh, bij Superman... En hij is zoiets van: daarop moeten we gaan bouwen. En dan zien we toch wel wat er gebeurt wanneer een godlike creature iemand in de allerlaatste van zijn eigen soort om zeep helpt. Wat dat gaat doen met de mens. Dus hij is misschien wel godlike qua abilities uh, en, en, en mogelijkheden. Maar van binnen is hij nog steeds mens. Door de, ja, door de opvoeding die hij natuurlijk heeft gekregen. Die we Precies. hier onder, onder andere zagen van zijn vader. Um, Henry Cavill. Superman, Zack Snyder-Superman, moeten we eigenlijk zeggen. Is, is ja, eigenlijk een complete uh, 180 van, van wat Superman in het verleden altijd is geweest. Ja. Wat vond jij uh, van deze Superman? Um, ik zal heel eerlijk zeggen: ik heb ze allemaal niet gezien. Je hebt ze niet gezien? Allemaal. En Doe het? Ik, ik heb ze nog steeds op mijn lijstje staan. Ik heb, uh, ik heb thuis de, de Blu-race inmiddels liggen, omdat, uh, omdat die naar ons uh, zijn toegestuurd. Ik ga, ik ga ze voor je meenemen. Want dat zijn ook uh, de director's cuts, uh, als ja. ik me niet, uh, me niet vergis. Deze staf, ik vond het heel hard in ieder geval. Ook al is het een, uh, ja, een, een echt Zack Snyder's visie op Superman. Ik vond het echt heel erg tof gedaan. Uh, mooi geschoten. Volgens mij was het commercieel ook uh, best wel een, uh, een succes. Dus ja, kom maar op. En ik ben een van de weinigen, heb ik het idee, die uh, Batman vs. Superman, uh, Dawn of Justice, ja. echt een fucking vet film vond. En die andere is Man of Steel of zo? Niet perfect. Het? Ja, de eerste is Man of Steel. Ja. Uh, dat, dat is deze die we hier zien, geloof ik. Um, en uh, bij Man vs. Superman, uh, ik zeg zeker niet dat hij perfect is, verre van, maar ik vond het echt een, echt een epische film. Dus uh, jij, uh, jij zou hem wel terug willen zien, ook al heb je het nog niet gezien. Jouw idee bij Henry Cavill als Superman is wel goed. Ja, ik kijk ik, van alles wat ik, wat ik ervan heb gezien, vind ik hem gewoon een coole Superman. Ja. Ondanks dat ik niet weet hoe, de, de hele, hoe die in die film speelt. Maar er staat je wat te en wachten, man. jongen. Echt een die, die film. Ik ga, ik ga het voor je meenemen. Help me wel herinneren. Want ik ga, ik ga het echt 100% vergeten. Ja. Uh, een ander ding is ook. Um, er is op dit moment maar één filmproject van uh, Superman in ontwikkeling. Dat is het uh, project van J.J. Abrams. Alleen, die gaat over uh, een. een uh, de, de black version of Superman, om het op die manier okay. uh, te zeggen. En er is ook een Supergirl-film uh, in, uh, in ontwikkeling. Maar volgens mij zit um, meneer Henry Cavill ook een beetje te flirten met de andere kant. Want hij Zeker zou, weten, hij, zou hij wel wil Captain Britain. Hij wil Captain Britain spelen. Ik denk dat hij een hele vette Captain... Brit kan je Superman zijn en Captain Britain zijn? Ik weet niet, man. Uh, sommige ja, twee verschillende zijn... universen. Dus ja, uh, dat snap ik. Maar ik bedoel, soms... Weet je, dat, dat is te veel van het goede in het ja, leven. Je hij is toch je hij moet ook is, andere mensen wat doen. Hij is Dan. wel de perfecte tegenhanger van Chris Evans. Dat denk ik. Hij ook. Hij is letterlijk de Britse Chris Evans, eigenlijk. Dat denk ik ook, ja. In, in ieder geval Chris Evans sinds die Captain America is. Ja, oké. Okay. Da, 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 daarvoor na dat was die, ik. Nadat hij zijn spuitjes euh, heb gehad, zeg maar. Ja, ik was zeg want daarvoor was ik nooit echt te, te, te spreken over Chris Evans, maar. Uh, ja, ik, ik denk eigenlijk ook wel dat hij een goede Captain Britain is. Maar kom op man. Je kan niet zo lucky in life zijn dat je en Superman mag spelen en Captain Britain. En, en Captain Geralt Watch. of Rivia. En Geralt of Rivia. Kom op man. Doe even normaal. Doe even normaal. Over doe even normaal gesproken. Shit die ik nooit ga fucking kopen, maar altijd wel. zijn oh, <laughs> kopen. Ja, vind ik het. <t Wisselen> uh, het, uh, ik kijk altijd uh, ja, Ik zit echt altijd de watertanden Als ik deze fucking shit zie Ik wil het zo graag hebben Het zal wel over Lego gaan <t i> <tugen> Fuck yeah <tugen> <tugen> Fuck yeah maar uh, Lego heeft een, uh, heeft een nieuwe uh, Star Wars 8080 uh, figure aan, uh, ja, aangekondigd. Hij is hier te zien. Is het nieuw? Want ik heb altijd het idee dat ik dit uh, 20 jaar geleden ook in de winkel zag liggen voor, voor toen nog 100 euro. Dit zal waarschijnlijk 300 euro zijn. Um, nee, het is niet 300 euro. Meer? Ja. Ja, het zal wel 500 euro zijn. Nee. 400? Nee. Is het meer? Ja. 750? Euro. Nee. Meer? Ja. 999. 800. Jesus Christ. 800. Uh, uh, er zijn eerder Lego ETJ's uitgekomen. Uh, maar die waren Tch. gewoon een stuk kleiner. Dus. De, de, oh, maar hier ook weer. Hè. Dit, we hadden het natuurlijk over, uh, over X-Men en zomaar mensen die een beetje met hun serie mee. Of series die met hun doelgroep meegroeien. Ja, maar nog steeds kids. die jeugd uh, aan moet spreken. Dit, dit is niet voor kids. Dit is voor gasten die vroeger. Of dit net, net, nou niet te oud voor waren, dit, dit vroeger hebben gekocht. De, de, de kinderversie, hè, met maar duizend stukjes. En dan ja. nu de 7000 stukjes uh, grote AT-AT uh, nogmaals willen kopen. Maar dan voor 800 euro... Ja, inderdaad. Uh, hij... Omdat ze nu werken bij een IT-bedrijf en dat geld wil verdienen per maand. Om dat even te kunnen bekosten. Ja, en nostalgie, uh, weet je, laat die kinder, kinderlijk, uh, kinderlijkheid. Laat dat niet los, man. Uh, wees altijd een kind. Wees enthousiast over de dingen die je vet vond. En uh, schaam je er absoluut niet voor. Uh, je zei het al, 7000 stukjes. 6.785. Oh, het was, was trouwens een wilde gok. Oh, ik dacht is, dat je het had gelezen. Nee. <laughs> uh, ja, 6.785 stukjes. Uh, is onderdeel van de Star Wars Ultimate Collector uh, series. Ja, ik heb zoveel vroeger met Lego gespeeld. Ik zie dat. Ik zie aan het plaatje al hoeveel stukjes erin <laughs> Ja, nou, het is een knappe schatting uh, heb je hier gedaan. Uh, er zit ook de towcable bij van Luke Skywalker. Dus je kan ook Luke Skywalker naar beneden oh, laten zakken. Uh, de binnenkant kan je openmaken. Uh, maar 800 dollar. Maar weet je, ik vind het echt fucking vet. Uh, no way dat ik dit ooit ga kopen. Ik, ik, kan niet, ik, kan, ik kan het niet over markt krijgen om hier 800 euro voor uh, neer te leggen. Hoe vet ik het ook vind. Ik, ik, ik wil dit doen. En ik heb ook een aantal Lego Star Wars dingen gemaakt. Ik heb de Lego X-Wing gemaakt. Maar dat is gewoon die kinderversie, zeg maar. Ik heb er die had ik ook 20 jaar geleden. Ja, ik vorig jaar. <laughs> Daar heb ik 40 piek voor betaald, geloof ik. En ik heb uh, twee van die Star Wars helmen. heb ik dan. Uh, ik had, ik had ook een uh, TIE Fighter. in de TIE Advance van. Uh, hoe heet het? Van. Wat een vette shit. Ja. Yeah. Darth Vader, sorry. Ik, was, ik kwam echt ja, even. TIE, op ja hand. TIE ja. Advance is van Darth Vader. En. Um, um, bijvoorbeeld die, die, die. Imperial Star Destroyer. Die, die is ook iets van. Uh, 7000 stukjes of zo, 3500, yeah. ik weet het niet eens meer. Maar. Dude, ik wil die shit zo graag hebben, maar het kan niet. Ik ga het ding gewoon net bestellen. Ik zeg het maar gewoon hier. Want je kan het uh, bestellen op AliExpress. Heb je niet van mij. Onder het merk Lepin. in plaats van Lego. <laughs> en dit is exact het fuckingzelfde. <laughs> en, en, je, en je betaalt er dan 150 euro voor. Ja, oké. Okay, voor nou, hetzelfde. Ja, ja. Your Move Lego. Ja. Sumi. En, en niet dat ik mensen dat aanraad om te doen. hè. Ik zeg alleen dat het bestaat. Just saying. Was hij AliExpress? Ja. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> Koop het niet op AliExpress, jongens, want uh, dat mag niet. Dat, uh, dat is tegen copyright. Ja, ding. maar ik vind het niet zo gek dat dat soort dingen bestaan als je fucking dingen hebt van 8000. Euro. Maar 800 euro. Van 8000. Man. 800, <laughs> maar 800 euro voor een paar plastic uh, dingen. Ja, 8000 als je de 10 wil hebben rondlopen. Kan ook. Fucking. Nee, je gaat heel leger met dacht, uh, Vroeger uh, was dat altijd mijn grootste fantasie. Een soort van. Uh, AR, of nou eigenlijk niet eens AR, maar gewoon een, een soort van dat je Lego shit tot leven kon laten komen. Alles kon besturen in een soort van groot uh, Warhammer-achtig uh, slagveld. Een videogame? Nee, <laughs> gewoon in je kamer. Oké. Okay. Dat je gewoon... Maar gewoon uh, uh, met afstand besturen? Ah, ja, ja. Ja, fucking vet. Ja, Mensen doen dat ook, maar dat doen ze met uh, minifigurines, ja. weet je wel. Met uh, die Warhammer-stuff. Ook st stuff die ik fucking awesome vind. Ja. Maar, dude, heb je die prijzen van dat wel eens gezien? Uh, uh, ook veel te, veel te veel geld. Wil je eens een poppetje kopen? 70 piek. Ja, dan mag je <laughs> nog 4,5 uur gaan verven ook. Ja, ik wil het zeggen. Dan is het ongeverfd, hè. En ik met mijn fucking verfskills. Weet je, dan koop ik een poppetje van 70 piek... die ik helemaal ga verneuken qua, ja. uh, qua verf. Hoe heet die? die? Je had op een gegeven moment ook een uh, Star Wars RTS. Hoe heette die ook alweer? Uh, je hebt een Galactic Battlegrounds, heb je. En uh, je hebt er nog eentje. Uh, er waren er twee namelijk. Ik wil een AR... Uh, Star Wars RTS game. Met de hololens. Ja. En dat ik gewoon in mijn kamer kan zeggen. van, Oké, okay, die troepen daar. Dan hier op deze tafel. Nou, nou ja, dit oh, Jij begint daar je baas te bouwen. Deze tafel. Maar dan, dan een keer in... of vier zo groot. Dus twee keer zo lang. Twee keer zo breed. Hoppatee. Ja, dan begin ik hier te bouwen. Jij begint daar je baas te bouwen. En dan... Uh, ja. Dan beginnen we uh, een oorlog te voeren hier. Ja, fucking awesome. Uh, Doen we wat mee, hè? Hey? Disney. <laughs> allemaal. Iedereen. Ik wou dan zeggen. Lego dus. Binnenkort verkrijgbaar. Um, misschien een leuk Sinterklaas cadeautje Als je het je kan voorloven Ik niet, dus ik laat die -die. deze lekker aan me voorbij gaan uh, Marvel Die gaat een, uh, een nieuwe Major villain uh, Onthullen, uh, althans die hebben ze al onthuld Maar die, uh, die maakt binnenkort zijn debuut En uh, dat is de Queen Goblin de uh, debuut haar debuut, ja Ed zeker de weten. Haar ja weet niet. I, I don't want, do to assume, you know. Uh, dit gaat over de nieuwe Amazing Spider-Man-serie uh, waar we al eerder over gesproken hebben, waarin uh, Peter Parker nadat hij uh, zo goed als, uh, ja, als verdood wordt achtergelaten, uh, critically wounded ligt, en Ben Riley, zijn kloon, uh, zijn, uh, zijn zaken overneemt. Die komt in een gevecht en um, dit wordt echt een major villain. Marvel is het uh, ook aan het ophypen met, uh, met dit soort dingetjes. Ooh. First, the original brought tragedy. En daar zien we natuurlijk Norman Osborne als de goblin. Hier zien we de the Hobgoblin, then the pretender brought chaos. Een van de theorieën zou ook zijn dat uh, net <coughs> van, uh, van de nieuwe MCU-films, natuurlijk gemaakt samen met Sony, in Spider-Man, dat hij de Hobgoblin gaat zijn. Oh. Dus, yup, uh, uh, net, uh, net is in het verleden onder andere ook de Hobgoblin geweest. Er zijn er meerdere geweest. Maar dat zijn een van de theorieën ook voor uh, No Way Home. Of de toekomst, überhaupt, van het Star Wars. Uh, de, denk je dat we een keertje een, een, een uh, MCU-villain gaan zien die geïntroduceerd <laughs> wordt in de films? Hoe bedoel je? Dat er iets geïntroduceerd wordt in de films en dat vervolgens pas comics. Oh! Af. Nee. Nee. Hè? Nee, ik denk, ik, ik, weet je, ik denk dat mensen gewoon lijp gaan uh, worden. En hier ja, de, de... Nee, het is ook eigenlijk een heel domme gedachte. Want iedereen die. Denk natuurlijk terug aan dat wat ze ook kennen. De en... de Red Goblin, hebben we hier. En dan hebben we nu... Nou, now all hail their queen. Queen Goblin. De Queen Goblin. Ik vind het design echt fucking zekerheid zien trouwens. Ik vind het gruwelijk. Het ziet er wel uit als een Queen Goblin. Ja, toch? <laughs> uh, over haar identiteit is nog uh, vrij weinig bekend. Uh, al zijn er vermoedens dat het uh, Lily Hollister is. Die uh, een vriendin is van Peter... Zeg ik weer, Peter. Peter, Peter, die vriendin is van Peter. En uh, onder andere de, de uh, verloofde van, um, van Harry Osborne, die natuurlijk ook de Green Goblin is geweest. Ja. Uh, zij zou het kunnen zijn. En um, ze, zou, ze heeft ook al een kind gehad uh, met Harry. Uh, uh, ze heeft ook zij aan uh, zij gevochten met Norman Osborne als de Green Goblin. Dus we gaan het zien man. Ik, uh, ik ben best wel benieuwd. Ik ben helemaal voor Goblin Babies. Goblin Babies. Ja, ja kom op. Kom een Goblin Baby Army. Een heel army. Ja. En dan in AR op een grote tafel. Op een tafel <laughs> vier keer zo groot als deze. Ja. Minimaal vier keer zo groot ja. als deze natuurlijk toch. Dus um, ja, een nieuwe villain in de Amazing Spider-Man series. Uh, en Ben Riley gaat, uh, gaat de strijd met haar aan. En wie weet ooit in de MCU? Ik denk het wel. <laughs> dat, dat moet haast wel gaan gebeuren, joh. Ik, ik zou het zo vet vinden als, als net, uh, net het gaat worden goede twist ook weer even kijken hebben we hier nog Star Wars Obi Wan ik. Kenobi ja, ja ik zag ik zag in ieder geval al voorbij komen dat het een en ander gelekt was wat betreft uh, beelden of ja behind the scenes uh, ja. beelden uh, die zijn uh, heel snel weer offline gehaald uh, door uh, door Disney heb ik begrepen ik heb ze ook niet bekeken trouwens Nee, ik had, het, ik had het volledig gemist. Maar uh, vlak daarna kwamen toch wel nog wat uh, ja, concept art uh, naar voren van uh, de kenobi uh, series. De Kenobi series kent heel veel problemen qua ontwikkeling. Uh, is natuurlijk in 2019 al aangekondigd, waren ze al veel langer mee bezig. Maar Hugh McGregor moest altijd natuurlijk zijn back houden. Uh, veel productieproblemen. Uh, script issues. Ondanks dat Hugh ja, McGregor in eerste instantie ook zei van dit script is echt perfect. En uh, hier staan we met z'n allen voor. We zijn super ja. excited. Uh, maar uh, Kathleen Kennedy was niet tevreden. Die heeft uh, ja, eigenhandig ingegrepen. En zo um, ja, so zijn er rewrites geweest. Is de productie uh, wat opgeschoven. En gaan ze alsnog verder. En nu is er dus concept art uh, gelanceerd. En wat de fuck zien we hier dan? We zien hier Darth Vader vechten tegen Obi-Wan Kenobi. Kenobi. Dude, gaan we een fucking rematch zien tussen uh, Obi-Wan Kenobi en Darth Vader? En mag je het een rematch. Een rematch en een prematch. Allebei. Ja, want het is, natuurlijk, tussenin, toch? Ja, het is natuurlijk een rematch, omdat hij natuurlijk al heeft gevochten met Anakin. En, met hij, de high, ja, en ja. hij de high ground had. Maar daarna gaat hij nog een keertje aan boord van de Death Star. En uh, dan legt hij het loodje. Ja, is hij moet... 40 keer zo oud en vecht hij ook 40 keer zo traag? <treeks> Only <treeks> master of evil, evil Darth <treeks> Het <laughs> een... was meer alsof er iemand geriddet werd, zeg maar. Ja, echt, echt, hoe heet het? De choreografie van zwaardgevechten waren echt dramatisch in een nieuwe hoop. Werd later wel beter, moet ik zeggen hoor. Maar uh, ik, ik vind het nog steeds perfect gedaan in The Secret Trilogy. Ik vind dat de ultieme balans. Uh, de prequels waren net wat over de top. Uh, we zien hier oh, dus een rematch. Mellis. Wat denk je? Denk je dat we echt een rematch gaan zien? Of. Is het een flashback nou, of, 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 of een visie of whatever? Afbeelding technisch zou ik zeggen uh, dat dit uh, in ieder geval dezelfde soort setting is. Dat, dat, daardoor zou je al eerder zeggen: Je bedoelt bij okay, Mustafa? Ja. ja. Dat, dat is ook het eerste wat bij mij opkomt uh, hoor, als ik gewoon deze kleuren inderdaad zie. Maar ik denk, laat ik Disney een keertje het voordeel van de twijfel geven dat dit een rematch is na drie. Ja? Zo van, oké, okay, ze keren terug op een of andere hete planeet waar die, uh, waar die zijn basis heeft en hoppatee. Ik vind het zo gevaarlijk, jongen. Let's fucking go. Ik bedoel, ja, weet je, het zijn zulke epische momenten geweest natuurlijk in de prequels en de original trilogy. Ja, maar dit kan toch ook gewoon prima een, een soort van... Ja, dat is de, een de, de grote, Nee, maar de, de, de grote climax zijn van, van dat seizoen zou kunnen. Uh, ik bedoel, als ik dit zie, ik word echt helemaal lijp natuurlijk. Ik ben alleen bang. Please verneuken niet. Please verneuken niet. Weet je, alles met, met Darth Vader. Ik, 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 ik vind het toch... Ik vind het zo tricky om hem te gebruiken. Uh, ja, want je kan hem eigenlijk alleen maar slecht gebruiken. Want elke zeg keer... Maar, de, 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 de lat ligt zo hoog wanneer hij in beeld komt. Ja. Je wilt, je wilt dat het dan episch is. En het dat het filmische van, proporties heeft. Hè? Ja, het idee van Darth Vader uh, is, is misschien wel groter dan ja. hoe die daadwerkelijk zelf uh, is neergezet in de, in de films natuurlijk. Uh, ja, Ik hoop dat ze er eer aan kunnen doen. Rogue One heeft bijvoorbeeld laten zien hoe het wel moet. Ja. Uh, anderzijds moet ik er ook bij zeggen, het, ik hoorde hier weinig mensen over hoor, dus misschien is het een bad pee van mij, maar um, ik hoorde gewoon James Earl Jones is in de tachtig. Dat ja. hoor je. Weet je. Hij doet natuurlijk uh, de voice-over van, uh, van Anakin Skywalker, Darth Vader in, uh, in Rogue One. En ik hoor gewoon letterlijk aan, de, aan, het, aan het eind... Moet je maar eens terugluisteren, weet je? Dat, dat gesprek wat hij heeft met de Rector Krennic op een gegeven moment. Je hoort letterlijk aan het eind van elke zin... Dat hij ademtekort komt, weet je wel? Ja. Gewoon, hij, kan, hij kan zijn zinnen bijna niet eens afmaken. Uh, want hij zet natuurlijk ook die stem extra dik aan. Dat moet ook. Ja, uh, ik, ik ben zo bang. En zonder James Earl Jones... Ik weet niet of je een Darth Vader kan, uh, kan noemen. En misschien moet je het ook gewoon laten voor wat het is. Uh, er waren nog meer beelden. Uh, we zien uh, bijvoorbeeld Obi-Wan Kenobi op, uh, ja, op, uh, op een of andere uh, alien kameel. Ja, hoe heet zo'n beest? Het is geen Tantan. Het is geen Tantan. Ik, ik ben ook heel even de naam. Nou, dat ja, is de, 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 een van de 4 miljard wezens die er in, die, in het universum rond Dus. Uh... Exact. Maar hoe vind je Juwen McGregor hieruit zien? Ik vind hem hier echt gruwelijk. Uit. Nou, ik vind het wel de perfecte overbrugging tussen 3 uh, tussen en 4. En Want de 4 is natuurlijk echt al oud. Ja. En de andere persoon ook. Maar... Hij heeft een, een goede wijze mansbaard. Ja, we hebben gewoon mazzel dat het qua timing echt perfect eigenlijk wel klopt. Ja, Weet je? Want, de, 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 hoe lang is het geleden? 20 jaar. 15 jaar, 20 jaar geleden, inderdaad. Ja. Hij, heeft, hij heeft een beetje kunnen rijpen. En dat zie je hier. En dat is mooi. Tenminste, als, als het ook daadwerkelijk zo eruit komt te zien, hè? dit is uh, concept art. Ja, en vervolgens zien we nog. Uh, ja, ik denk een imperial uh, tempel of whatever the fuck het ook is. Vol met stormtroopers. Uh, die zien we hier. Sorry voor de low-res images, jongens, maar uh, helaas hadden we niks beters dan dit. Uh, dit ziet de feit uit. Ik, 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 hou gewoon, ik hou gewoon heel erg van de vibe van de original trilogy. Ja, en um, ik merk dat Disney. Uh, dat nu ook steeds beter begint te begrijpen: van Star Wars fans willen niet per se alleen maar fanservice. Ook al helpt dat natuurlijk wel. Maar je kan niet alles overboord gooien. Nee. Ik bedoel, als je alles, alles opzij gaat gooien om maar te vernieuwen. Ja, dan, dan, dan raak je op een ja. gegeven moment ook een beetje je identiteit en zeker ook je fans kwijt. Je zou denken: je hoeft nooit. Iets opzij te gooien, want je hebt zo'n schatkist aan lore en weet ik veel wat van het hele universum. Nou, vooral dat Pff. ik bedoel, pak elk willekeurig blaadje tekst wat er is en, en de vind je vindt er wel iets interessants. En, en ik vond van dit deze laatste trouwens nog met de, met die met die starship, die van die van elkaar ook echt zo gruwelijk uitzien. Die zien we ook een starship? Ik denk dat die uh, hier op Tatooine staat. Ja, ja, dit, dit, dit zijn de designs voor mij hoor. Het zijn, dit is wel, uh, dit neigt wel meer naar de moderne designs. Ja. Ja, het is, het, is niet, we het is niet classic. Maar, uh, ja, de, maar het mengt goed, zoals je ziet hier met, ja, met stormtroopers. En, uh, ja, en ik vind dat, dat ze dat in de Mandalorian hebben ze dus ook een goede uh, balans uh, weten op te maken. Ook al se Season 2 is echt heel erg veel fanservice. Mm -hmm. uh, ik vind het heel erg cool. Uh, maar Season 1 heeft dat bijvoorbeeld niet. Maar die heeft nog wel steeds uh, deze visuele taal uh, overgenomen. En ja, ik vind, ik vind het echt prachtig. Uh, Hugh McGregor zelf is echt super uh, excited hierover. Hij zegt uh, ik ben nog nooit zo excited geweest voor een, een Star Wars project als dit. Um, veel meer nog dan uh, episode 2 en 3 uh, ja. gezien van uh, wat hij weet, wat er gaat komen en wat er gaat gebeuren. Um, natuurlijk zijn allereerste uh, de, de Phantom Menace was hij het meest excited voor, omdat ja... Je, mag je bent in de fucking Star Wars, Star Wars yeah. en je bent fucking Obi-Wan Kenobi. Um, hij zegt, I'm just excited to play him again. It's been long enough since I played him before. En uh, we gaan het zien. Hij, uh, wanneer komt deze, deze serie nu ook eens uit? Ik ga heel even snel kijken. Want we krijgen natuurlijk eind dit jaar al de Boek van Boba Fett. Ja, ook lekker snel. Ja, Waar ik echt niet op kan wachten trouwens. Volgens mij eind, uh, eind dit jaar. Het staat, hij staat volgens mij nog voor 2022 gepland. Geen exacte datum. Dus uh, nou, dan kun uh, je, uh, je daaraan vasthouden. Jongens en meisjes. Dan, uh, dan is er nog een andere film. die ook in 2022 moet verschijnen. Mocht er niet al te veel geschoven worden. want um, Bob Chapek heeft al uh, laten weten van Disney. we zijn zeer flexibel qua uh, release data van onze films en series. Dus als het moet. en we, we zien het ook weer in Nederland. we gaan weer terug in lockdown. Ook uh, in andere landen. Uh, wordt, uh, uh, ja. wordt het wat minder. Um, we, zijn, we zijn weer terug in lockdown, Koos. Ja, op het moment dat je dit <laughs> luistert, wel ja. En, Wel, uh, welkom bij deze treurige morgen, jongens. Jullie hebben gisteravond uh, niet lang uh, door kunnen feesten. Nee, helaas, helaas, helaas. Ja, nou, de cutters bijvoorbeeld. Ik had, um, ik had een borrel gepland met de community op 20 november. We hebben heel lang naar uit zitten kijken. We moesten een datum vinden waarop iedereen kon. 20 hey, november, en nu kan het weer niet. 11 uur s ochtends is het nieuwe, 11 uur s avonds, man. Ja, ja, maar je mag ook weer niet met meer dan vijf man uh, samengroeperen, geloof ik, of wat dan ook. Uh. Ik kan alvast verklappen dat er een mannetje van dertig naar mijn oud en nieuw uh, bij mij thuis komt. <laughs> dus dat wordt ook nog interessant. Ik hoop maar, dat het dan alweer maar, opgeeft. Maar misschien zijn dan alle regels opgegeven. Ja. Tuurlijk niet. <laughs> maar wel voor mij. Maar de um, Multiverse of Madness. Uh, natuurlijk Sam Raimi's um, yeah, comeback in de in Marvel. Nou, comeback moet nog blijken. Nou, nou, sowieso, ja, maar sowieso een comeback in het Marvel-universum. Niet de Cinematic Universe, want daar heeft hij nooit onderdeel van gemaakt. Maar wel uh, onderdeel van uitgemaakt. Al oh, moet dat blijken. Nee, Hé, hey, je no weet maar nooit no of ineens shit uh, mcu kennen gaat worden. Ja, ik wou het zeggen. Het zou zomaar uh, MCU kunnen zijn uh, na No Way Home. Uh, we, we gaan het zien. Maar één van die mensen die, uh, die toch wel een rode uh, draad uh, is gebleken... Grappig in genoeg. ...in de Sam Raimi films, ja. is... Nou ja, die guy die uh, in Evil Dead speelt. Ik ben zijn naam kwijt. Bruce Campbell. Yes. Bruce Campbell is zo fucking baas, jongens. Hij is inderdaad Ash uh, van de Evil Dead-series. Sam Raimi, natuurlijk bekend van de Evil Dead-series. Uh, daar kennen ze natuurlijk ook elkaar heel goed van. Goeie een uh, Ja, goeie matties. Uh, Bruce Campbell zat letterlijk in uh, elke Spider-Man-film. Ik weet dat hij uh, een usher is geweest bij, uh, bij dat theater... Hij is een hotelmedewerker geweest een ring announcer. en de ring announcer tegen Bonesaw uh, op het moment uh, dat Bonza. hij dat gevecht heeft. Bonesaw! Die shit was... <laughs> <laughs> dat was nog in zijn trainings yeah, trainingspakje <laughs> Ja, dat was in zijn trainingspakje Ik vind dat trouwens best wel een vet Spider-Man outfit. Gewoon uh, die... Uh, de ballen Ja, die rode balaclava, rood shirt met lange mouwen en uh, <laughs> van sneakers. <laughs> En dan. Had, put, the de, humans, put the money in the bag. Put the money the in the bag. human spider. It's Spider-Man. Get out there, kid. <laughs> maar uh, hij keerde dus terug. Ik zou het zo fucking vet Weet je dat ik dus nooit geweten heb dat hij die cameo's had in die films? Nee. Nee. Oh, ja. dat simpelweg omdat ik toen ook niet eens wist wie dat was hoor. Dus, uh... Maar je, je had ook niet zoiets van. Hé, hey, deze man zit in alle films en elke keer is hij iemand anders. Nee. Ook dat niet? Nee. Oh ja, ik, ik vond hem echt geniaal. Maar het was altijd gewoon een leuke Easter egg. No. Er was niks mee bedoeld. Nu zit hij, als het goed is, in No Way Home. Waarom denken we dat? Nou, uh, Campbell, die, uh, die deelde een foto. Ja, in Multiverse of Madness. Oh, sorry. Ja, in Multiverse of ja. Madness. Sorry, jongens. Er komen zoveel fucking dingen aan. Uh, it was exciting to, be, uh, to make a comeback. Well, you might want to check out the Doctor Strange movie, though, Campbell said. Um, in een interview, inderdaad. Yep. Yeah. That's the one that's worth talking about. If I were able to talk about it, what's cool is, when they sue me, I'm gonna sue you, because you brought it up. So I appreciate that. Maar uh, hij was in Londen. En dat was uh, ook uh, precies de plek waar... Uh, op het moment dat uh, de film werd opgenomen... Toen zei hij ook van... Uh, ik ben nu in Londen om een film op te nemen... waar ik niet over mag praten. Met mensen waar ik niet over mag praten. Met de regisseur die ik niet mag noemen. No, no. Daarom. Dus, uh, maar denk je dat het... Uh... Nog steeds cameo. Oh, wordt het een de Ik heb hier de quote. Boy, it was a blast working on a certain city with a certain director on a certain movie with a certain actor. It sure was. Ja, oké. Okay. Maar het, het is een 1 in 1 is 2'tje. Dat sowieso. Dat is gewoon een gedane zaak. Lijkt me. Maar denk je dat het dan gewoon een cameo'tje wordt of meer dan dat? Wat ik hoop. En jongens, dit uh, is mijn wishful thinking. Dus uh, uh, ik zet nu even mijn wishful thinking pad op. Uh, ik achterkans 0,1% uh, dat het zo is. Maar, maar. Ik zou het vet vinden. Als hij in zijn blootje rondrent. Nee, dat niet. Dat ze, dat ze in één keer de cameo, wat het was, want het is gewoon een funny cameo, niks bijzonders. Uh, alle, alle, alle theorieën over dat hij Mysterio zou gaan spelen in Spider-Man ja. 4 met zijn Raimi zijn niet waar. Dat is, dat is ge, alleen puur gebaseerd op fan-theorie. Ik gooi er een nieuwe theorie in. Um, dat hij. Uh, een Van de Watchers is dat hij al die tijd al eigenlijk een bestaand karakter was. Ja, een van de Watchers, ja. Zoals uh, in een van Stan Lee's cameo's zien we hem ook. Uh, ik weet niet meer welke film dat is. Uh, daar is Stan Lee in ieder geval of een Watcher of onderdeel van de Watchers of hij rapporteert aan de Watchers. Uh, want dan zien we hem op een oh, Astrovide of zo zien we hem praten met de, met de Watchers en zo wordt verklaard dat Stan Lee in elke Marvel film iemand anders is. Omdat niet hij, omdat hij iemand anders omdat is. Omdat hij toekijkt. Maar omdat hij undercover toekijkt ja, ja. en rapporteert aan, uh, Om, aan The Watchers. Want ik heb, ik heb uh, van, van alle comics die er zijn, heb ik natuurlijk alleen die, uh, hoe heet het? Uh, Infinity Gauntlet. Infinity Gauntlet gelezen. Ja. Daar zit ook The Watchers in. En heel duidelijk van, het enige wat wij doen is toekijken. Of het nou, of het de zijn of, of niet. Of, of, of. Of, of, grijp, we het of kijken. Grijp, Ja, ik denk wel maar van wat ik gelezen heb in ieder geval dan. Hè? Dus, dus dat is. Ja. Ja, plausibel. Plausibel zeg ik gewoon. Wat zou vet zijn, toch? Het zou heel vet zijn. Ik dan. bedoel, in één keer maak je het. Maar eh, zelfs als je het als cameo zou houden, ja. dan alsnog kun je het wel als wat van. verifiëren nee, nee, als zijnde. Nee, maar dan, ja. ik, ik, ik denk sowieso dat het blijft bij een cameo. Maar. net zoals een cameo van Stan Lee. dat hij in één keer rapporteert aan de Watchers. En dan verklaar je meteen. waarom dezelfde man. verschillende rollen heeft. binnen hetzelfde universum. en waarom die de hele tijd. Met ons hoofdpersoon, de protagonist, Peter Parker. Zo. Toch in verband, uh, wat ze eigenlijk gebracht. moeten doen, dus is dat gewoon één hele korte scène tussen neus en lippen door. Een soort van. A post scene eh, Met een meeting van de Watchers. Ja, ja, ja. En dat, dat je even gewoon bij Stanley Alleen een soort van. de silhouet van zijn gezicht of de achterkant oh, ziet. Dus dat je keel. gewoon weet van. Ik krijg je gelijk. al die tijd. Je, uh, weet zegt. je gewoon dat hij wel gewoon. een van die guys is geweest. Ja. ja en, en Bruce Campbell is zo fucking likable guy man. Dus. Uh, ja. Ik, ik, ik hoop het. Ik, ik hoop dat hij. Uh, dat hij. toch. een wat toffere status. ook nog gaat krijgen. in de Marvel-universum. Mm -hmm. Zo niet, dan niet. Maar dit, dit is. Uh, dit, dit is mijn wishful thinking. Het zou heel makkelijk. maar fijn scoren zijn in ieder geval. Ja, ja, en soms, soms, soms moet je dat gewoon doen. Ja. Weet je wel? En uh, dan komt het helemaal goed. Um, een serie die ik echt vorig jaar pas voor het eerst uh, ben gaan kijken... en letterlijk in één ruk heb uitgekeken. Ik niet. Jij niet? Ik heb niet oh gekeken. Oh my god! Ga ja, dit goed. kijken! Ik vind het zo fucking leuk. Nice. Wat ik zei. Zoveel je... zo entertainment, zoveel zo zo weinig tijd. Maar hier kijk je zo doorheen. Echt, ja, ik Zo het, het wel niet. Um, wat vind je van Ido Ik vind het een geile guy. Nou dan. dan ik nou dan. Een goede guy. Dan moet je fucking Luther kijken. Kijk, ik hou nooit... Het, nog dus je nooit... zei dat ze met, met een Black Superman-ding bezig zouden zijn, toch? Vind ik, wil ik ook hem zien. Ja, maar dat gaat Michael B. Jordan worden. Helaas. Vind ik, ik nou, liever, ik ben... liever Niet helaas misschien, maar uh, dat gaat waarschijnlijk. Uh, Waarom doen ze niet worden? gewoon Captain Britain en doen ze dan hem? Omdat hij al Heimdall is. Dat is, dat is hem. <laughs> dat is, dat is, ja, sorry. Excuse. Dus, dus dat, dit gaat hem niet worden. Maar. Dude, ik ben nog nooit een fan geweest van Britse detective series of wat dan ook. Echt nog nooit. Ik, om een of andere reden. Het is een beetje knullig. Het is altijd de setting. Blablabla. Dit. De karakters in deze show zijn zo fucking goed neergezet, jongen. Ik, 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 echt, ik bleef maar kijken. Ik kon, ik kon er niet afzetten. Bizar genoeg. Sommige seizoenen zijn echt maar vier of vijf episodes. Andere weer tien of twaalf. Oké. Okay. Maar echt, jongen. Idris Elba is hier zo'n fucking basis. Ik, dit, dit is het beste wat ik tot nu toe van hem heb gezien. Een rauwe gap is het gewoon, een rauwe gap, man. Ja, maar echt toffe storylines. Fucking vette twists uh, zitten hierin. En um, deze: uh, Dit is een tv-show. Ja. Volgens mij staat hij op Netflix. Uh, dat moet je zelf heel even checken. Um, van 2010 tot 2019 uh, was deze show uh, een ding. Vijf seizoenen, maar nu is de productie begonnen. Heeft zelf al gedeeld uh, aan de film? De film! Ja! Want het was, het was altijd de bedoeling dat we een aantal seizoen kregen. En uh, vervolgens een, een Luther film. Dat klappert. En in de film gaan uh, de, de, de main villains zijn uh, Cynthia Revo Wat een uh, Revo moet een soort van ja, concurrerende de detective zijn. Ook wel iets wat we natuurlijk vaker hebben gezien. Volgens mij zelfs ook al in de, de Luther serie zelf. Um, en Andy Circus speelt echt gewoon de fucking bad guy. Ja. Nou, hoe dat uh, vormgegeven gaat worden. Is die weer worden. een uh, Zuid-Afrikaan? Met een missend arm? <laughs> oh, ik, vond, ik vond dat hij een vette Ulysses uh, claw neerzette ja. hoor. Dat, uh, dat deed hij echt heel, echt heel goed. Um, ja, ik kan niet wachten op deze film. Uh, al moet ik zeggen. Het is je gegund. Nou, weet je wat het ding is? Echt shit in Luther. Ze, ze durven ook shit in die serie. waarvan ik denk: nee. Die dood? Die dood? Serieus? Van. Uh, ja, oké. Okay. Ze zijn niet bang om mensen in de vaste kaart. Ik ga niet sporen, want ik wil dat mensen deze shit Zeg krijgen. zeg de ene één na belangrijkste persoon bijvoorbeeld of de twee na belangrijkste. Op dat moment? Ja. Zijn ze niet bang om die gewoon te offeren, sick en daar en, ook, ook van? Ja, en gewoon niet op een cliché manier, maar gewoon verrassend. Weet je wel? En uh, ja, dat is ook echt de reden dat ik niet uh, kon stoppen met kijken. Jullie worden allemaal de moeder gered Wedding. Ja, jongen. En uh, deze komt er dus binnenkort aan. Um, even kijken of ik nog een, uh, een release date hieruit kan pikken. Nee, nee, nee. Volgens mij nog geen uh, release date, maar. Ja, ik zal het dan. zonder Mijn favoriete zetten. serie. Dus ik, ik had wel verwacht dat ik aan een release-tijd zou. Gaan. Ga even kijken, Dan. Je hebt in ieder geval nog tijd zat. Ja, het, ja, het, ik het, ik heb geen houden. tijd zat. Dat is het probleem. Nee, maar deze film komt pas volgend jaar uit. Dit, ja, dit, dus. Dus. kan je zo kijken. Met, met die hele back-catalog van games en films en, en series en werk ik veel comics, dan ben ik al 40 jaar bezig. En die 20 Marvel-shows die eraan zitten te komen. Ja, ik heb heel wat even nog niet gekeken, maar nagaan. De hele fucking Bad Batch heb ik alleen een aflevering 1 gezien. Doet? Ik zweer je, What If was uh, gewoon iedere aflevering op zich mm -hmm. was tof. Uh, uh, niet, niet het allerbeste wat de MCU heeft voortgebracht, maar tof. Laatste aflevering maakt de hele serie legendarisch. We gaan weer helemaal full circle. Oké, okay, daar uh, wellicht, wellicht. Uh, ook ook zeg maar balletjes opwerpend naar MCU. Ik kan niet te veel zeggen. Dan moet man. ik het weer gaan kijken. Tuurlijk moet je die fucking shit gaan kijken. Okay. Um, dan zijn we aangekomen bij onze aanraders. En jij had als aanrader Oud Studio's. Ik wist niet wat het was. Ja. Maar ik zag al een, uh, een plaatje van uh, Ripley. En ik ben gewoon weer haar naam vergeten. <laughs> dat is echt niet normaal. Nou ja, het ding is, ik heb volgens mij een van de allereerste keren dat ik hierbij zat. Ik bedoel natuurlijk, Sigourney Weaver. Um, sterker nog, volgens mij was dat destijds nog Film Kings. Ja. Toen heb ik een keer geopperd van, ja, ik heb nou op, uh, op YouTube wat gezien. Dus, uh, Old Studios heet het. En uh, het zijn allemaal een soort van sci-fi, post-apocalyptische shorts van Neil Blomkamp. Nou, een geniale regisseur je, vind kent ik. 9, ja. je kent hem van District 9, je kent hem van Chappie, je kent hem van andere dingen. Elysium. Uh, Elysium inderdaad. Um, en. Uh, het zijn gewoon een beetje experimentele korte verhalen. Wat en sommige, meer, sommige, dingen, sommige dingen hebben meerdere afleveringen, hebben volgens mij één of twee delen, of twee of drie delen. Uh, andere dingen zijn gewoon echt uh, op zichzelf staande verhaaltjes. En het allemaal ander grafisch sausje of, of uh, effecttechnisch anders sausje. Nou, ik moet wel zeggen, je kan altijd wel heel goed zien wat een Nieuw-Blomkamp-productie uh, is. Ja. Uh, het, uh, ja, het heeft iets rauwigs. Ja, iets heel. Ja, ik wil niet zeggen budget of zo. Maar het komt iets minder geluk over. Ja. Dat zeker. Maar het, he het, he het is inderdaad gritty, rauw. Uh, kleurgebruik uh, over het algemeen komt ook vaak uh, overheen. Ja, ja ik vind dit er ook vet uitzien dan. Ja, en, het is, uh, en ik heb het dus destijds op YouTube gezien. Het staat nu op Netflix. Dus, uh, en uh, in fijne kwaliteit ook. Dus uh, ik, ik zou gewoon zeggen van als je een keer. Alla Love, Death and Robots. Uh, gewoon zeg van: nee, Ik heb nu een kwartiertje, ik ga gewoon even een afleveringetje kijken. Want het zijn volgens mij zo'n acht of zo. Acht, afleveringetjes, ja, verschillende zoiets, deeltjes. Dus, uh, komen en, uh, check ja. het. Ja, doe het alsjeblieft. Um, ik heb uh, een an oldie, een oldie by the goodie. Um, dit is uh, de film eigenlijk waarmee ik, uh, ja, toch um, een beetje verliefd ben geworden op Edward Norton. En uh, dan weet je, denk ik, al wel over welke film ik het heb. Al zouden dat er twee kunnen zijn. Je ene pornofilm toch? Ja, ja, absoluut. <laughs> maar ik heb het over de film uit 1999, Fight Club. Met, uh... Pff, dat is grappig dat je dat zegt. Zo? Ah, er is toevallig uh, vandaag een man aangehouden. op verdenking van het aansturen van uh, minder capabele jeugd. En dat hij dat gefilmd heeft, dat hij ze tegen elkaar heeft opgezet om te laten vinden. <laughs> Oké, okay. dus dit niet helemaal, maar uh, la, la, laat ik het zo zeggen. Ik, ik vind dit echt de beste film uh, die Edward Norton heeft gemaakt. Ik vind het een van de beste films die Brad Pitt ooit heeft gemaakt. Uh, het is natuurlijk gemaakt door David Fincher. Uh, wat is het? Edward Norton. Het verhaal wordt verteld vanuit Edward Norton. Hij is ook de narrator van, uh, van dit verhaal. Het is gewoon een jongen die een kantoorbaan heeft full-on in een midlife crisis zit. Niemand weet wat hij moet doen met zijn leven. Hij uh, twee mensen tegenkomt: Marla en Tyler Durden. En vervolgens uh, uh, gebeurt er een serie aan gebeurtenissen. Uh, die uiteindelijk leiden tot een underground fight club. En die underground fight club. die, uh, die, die, die stijgt weer naar ja, anarchistische hoogtes. Richting de maatschappij. Het, het, het is ook een, een aanklacht tegen de consumptiemaatschappijen onder andere. Um, damn, damn, wat is dit uh, een goede film? Echt, echt letterlijk een van de beste films die Edward Norton heeft gemaakt. En hij heeft echt veel goede gemaakt. Andere die ik natuurlijk bedoelde, was American History X. Dat zou ook mm -hmm. een, uh, een film kunnen zijn die je heel tof vindt van, uh, van hem. Ga dit kijken? Nee. <laughs> <laughs> hij, sta, hij staat op Netflix Fight Club, dus je hebt geen enkel excuus om hem niet te kijken. Ik weet dat jullie allemaal fucking Netflix hebben. Ga deze shit checken. Het ik weet is dat 90% awesome. van jullie Fight Club ook wel gezien heeft. Dat, nou, dude, dat denk jij? Hoeveel dacht je dat? Uh, had jij verwacht dat er mensen de Matrix bijvoorbeeld nooit hadden gezien? Uh, ja. Ja? Middag genoeg. Mensen die Game Kings kijken? Ja. Oh man, ik was, nou, ik was in ieder geval. Enorm ik bedoel, er verrassend. zijn er ook mensen die Game Kings kijken en waarschijnlijk alleen maar FIFA spelen. Ja, dat, dat, dat is waar. Dat maar is gewoon waar. naar jouw fijne, zoele stem willen luisteren. En, kan ook no nou. No. En, uh, en, maar er waren ook mensen die bijvoorbeeld nooit Pulp Fiction hadden gekeken. Dat vind ik ook insane. Nou, ik moet wel eerlijk bekennen: van heel veel films, heel veel klassiekers. Heb ik ze gezien, mm -hmm. maar op wat ik al eerder zei, op een punt dat het me niet heel erg is bijgebleven, hoe goed die film ook kon zijn. Maar dat is het allermooiste ervan. En dat is ook, zullen mensen al vast wel opgevallen zijn, ik kom regelmatig ook met oude titels. Gewoon als je die dan terugkijkt vanuit een nieuw perspectief, gewoon je bent ouder, je hebt meer ervaring opgedaan, je, je hebt gewoon meer ervaring ook met goede films. Mm -hmm. Als je dan dat ziet, jongen. Oh, dat had ik bijvoorbeeld laatst ook met de Matrix. De Matrix is zo'n fucking goede film, de allereerste. Echt perfect bijna. Is zo'n fucking goede film. En dan ga ik hem toch weer kijken op latere leeftijd. Zie ik zoveel andere dingen in die ja. film. En ook hoeveel dingen uh, uh, foreshadowed worden. Weet je wel, ja. uh, het gesprek dat, uh, dat, um, dat Anderson uh, Thomas Anderson met zijn baas heeft, die binnenkomt. Hij komt weer te laat op werk. Do you think you're special? Ja, hij is de one. Do you think the rules do not apply to you? Dat is letterlijk het hele uh, ding van de Matrix. Van dat hij de regels kan buigen en, ja. en doorbreken. Weet je wel. Allemaal dat soort dingen, weet je wel. En er wordt, er wordt ook tegen, tegen hem gezegd, weet je wel, van je kiest nu of je houdt je aan de regels, je komt elke dag op tijd op kantoor en je doet je fucking werk goed, of je wordt ontslagen. Dat is letterlijk de red uh, pill, blue pill. Ja. Of je neemt de blue pill en je wordt er wakker en je, en je blijft in Wonderland... en uh, je, je gaat voor de rest van je leven gewoon in de Matrix door. Of je ontwaakt en uh, gaat een complete deviation van je leven... Uh, ja, ik, er moet maar weer, ik moet hem maar weer eens kijken. Wat Doet. ik zei, de, de gigantische lijst van 40, 40 miljard dingen... waardoor ik nog 40 heel bezig ben. Ja, maar je snapt dat de Matrix 4 wel op een aantal al zit te komen. Ja... <laughs> 22 december. Je hebt, je hebt tot 22 december om nog even drie filmpjes te kijken. The Matrix, The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions. Maar de eerste Matrix lijkt me toch wel echt de meest geniale en ook mm -hmm. de massie. Ik, ik weet niet wat ze gaan doen met deel 2 en 3, maar we, we gaan het zien. Dit, uh, dit was FilmKings, jongens. Weer, uh... Hij noemt het FilmKings. Zeg ik FilmKings? Ja. Oh my god. <laughs> dit laatste stukje was FilmKings. Dit was Nerd Culture, jongens. 1 uur en vijf minuten, schoon aan de haak. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Ik wil jou bedanken voor het aanschuiven. Ja, uh, dat was het... gezellig. <laughs> je, je wist niet dat je bent nerd. Top, nee, ik uh, kwam een uurtje te laat. Dat nou, kan je niet weten. Als je het niet weet, dan weet je het natuurlijk niet. In ieder geval bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Later.